we zijn een keten van mensen en we vinden het heel leuk om met docenten, leerlingen en onze eigen mensen dingen te doen. Dus ze horen gewoon bij ons in de keten. Je kunt hier binnenlopen met vragen als je een keer iets niet snapt of je hebt een project waar je over wil vragen. Dan kun je altijd hier terecht. Ik zeg altijd tegen de mensen van, jongens, als jij denkt dat het goed is, ik zeg, moet gewoon doen, liever achteraf vergiffenis dan vooraf toestemming. Ik heb hier al een keer eerder stage gelopen en toen was het eigenlijk direct van, nou ja, als ik er nog een keer heen kan, dan ga ik dat doen. Dus een stukje werkvoorbereiding eigenlijk, ja. Helemaal compleet, ja, zoals je dat... Eigenlijk heb ik heel veel aanvragen om naar Harwich toe te gaan. Het is toch dat mond-op-mond reclame wat een beetje binnen school gebeurt eigenlijk. Hè. Je mag van alles doen. Je hebt heel veel vrijheid hier. En je leert gewoon heel veel. Dus ja, er zijn heel veel mensen die hier graag naartoe willen. En misschien ook wel eigenlijk hopen op een baan hier. Dat ik gewoon na mijn stage hier aan het werk kom. En dan door kan studeren. En me hogerop kan werken. Naar misschien projectleider of manager. We zijn heel trots op onze klanten. We willen echt vakwerk en kwaliteit leveren. Daar mogen de studenten ook aan ruiken en aan proeven. En als je die zorgvuldigheid ook naar de collega's en naar de studenten en stagiairs het op hen ook overbrengt en ook zo met hen omgaat, ja, dan gaan zij ook zo met de installaties van de klant zo om, is onze overtuiging. Mocht er iets een uitdaging zijn binnen school, dan kunnen we hier terecht. Mocht het op het gebied van stagiaires zijn, van dat we zeggen van nou, we zoeken nog een plekje voor een stagiaire, dan zou het ook hier zomaar kunnen. Dus altijd in overleg is hier van alles mogelijk. Policy is, iedere techniekstudent die hier stage wil lopen, mag hier stage lopen.